onze camera's. Het is jouw probleem. Winterspet, hè? Hey, boys, rustig, hey, klaar! Waarom moet je met hem praten dan? Dat shirt dat jij gejat hebt. Kom, we hebben je gebeld, man, en we hoorden je voicemail. Zoveel slimmer dan die gast. Sukkeltje ben je. Krijg je nog wel, vriend? Ja? Krijg je die? Deze voor jou. Zo mooi was dat shirt toch ook niet? We gaan namelijk een puzzel maken. Je mag met hout, karton, katoen... Nou, ik wil Farid wel even uit elkaar halen, mevrouw. Farid loog gewoon tegen mij. Wat ben je dan voor vriend? Ik snap gewoon niet waarom jij opeens aan het jatten bent. Waarom doe je dat? Bro, jij begrijpt gewoon niks van. Ja? Ik weet waar ik woon. Ben je gestoord wijf. Volgens mij is jouw favoriete vakantvaardigheid, hè? Nou, ik ga liever gimmen, want kan ik je even op je bek slaan? Oh, laat maar uit. Dag. Hey. Doe je bij het kantoor van Fommers? Ik ga even met hem praten. Een shirt jat is ook een nice streak. Hij moet gewoon niet jatten. Pleegma is net dood, hè? Wat heeft zijn pleegmoeder nou te maken met mijn shirt jatten? Ik heb hem ineens zien janken of zo. Ik regel dat je morgen dat shirt hebt. Dat ik hem morgen teruggeef. Ja, oké. Okay. Maar anders ga ik naar Fommers. Zit jij hier lekker verstopt? Ik ben echt niet bang voor hem, hoor. Maar hij durft wel naar Fommers te gaan. Hij heeft het nog niet gedaan, want ik zei dat hij moest wachten. Zie je wel dat hij niks durft? Ik heb dus gezegd dat hij morgen dat shirt terugkrijgt. Ik ga maten naar je, man. Is dit wat ik krijg nadat ik je ass heb gered? Bang voor dat iemand boos op je wordt. Bang dat je problemen krijgt. En ik dacht dat jij ook geen saai leventje wilde. Je hebt gelijk. Ik moet echt best wel even mijn best doen om geen saai leven te hebben. Ik vind wel dat hij gewoon zijn shirt terug moet. Nee, man. Ik heb nog niet gezegd hoe we dat shirt kunnen teruggeven. Nou, de jongens zijn ook binnen, een beetje te laat, maar goed. Meestig weg, hè, mevrouw. Jullie hebben mijn shirt verknipt. Moet dit stukje nou hier of... Heel even hoor. Is dit Alex's shirt? Alex, ga eerst maar even zitten. Ja. Je krijgt een 7 voor de opdracht, maar ik kan het hier natuurlijk niet meer in. Hey. Ho. Ik wil dat jullie je nu melden bij de jong. Geen bon, compensation. Ja, overvaar. Nou, go. Hey, Alex, noem eens even je shirt. Team en Farid moeten dat shirt van Alex terugbetalen. Maar ben je dan ook voor sukkel als je dat als puzzel gebruikt? Sex.